Kijk deze shit. Het gras is bevroren. Het is momenteel -3. Kijk, ik ben misschien dan wel een Pool en ik zou dit koude weer normaal moeten vinden, maar ik kan dit niet aan. Ik moet echt gewoon weg uit dit land. Dus, na 4 uurtjes vliegen ben ik eindelijk aangekomen in Tenerife. Nee, zo simpel ging het niet. Ik was zoals gewoonlijk weer veel te laat begonnen met inpakken, waardoor ik alles last minute moest doen en ik had zoveel stress. Oké, dat is zo typisch dat ik altijd alles op het laatste moment doe. Het is nu maandag, nee, het is nu zondag. Het is super laat, ik moet eigenlijk al lang vertrokken zijn naar mijn trein, naar Hassel. Mijn stiefvader gaat me brengen naar de luchthaven. Wonnig gaat naar Tenerife, dus dag Ryan, high five, tot I don't fucking know wanneer. Dag Dennis, ik moet nu op momenteel met mijn brommer naar het station gaan, maar ik weet niet eens of mijn brommer genoeg benzine heeft. Waarschijnlijk niet. Ik heb ook geen achterlicht op mijn brommer, dus waarschijnlijk ga ik tegenhouden worden door de politie. Ik ga nooit op de luchthaven geraken. Besef ook even dat ik zo van voor mijn rugzak en van achter mijn rugzak op mijn klein brommer moet gaan rijden zonder achterlicht. Uiteindelijk heb ik het wel gehaald, maar toen ik op het vliegveld aankwam, merkte ik dat ik de enige persoon was onder de 50 jaar die op dat vliegtuig ging opstappen. Want het was een doodgewone werkweek en wie de fuck gaat er naar Tenerife gaan buiten oude bejaarden? Dus ik dacht van, oh god, ik ga hier weer tussen die oudjes zitten. Maar ik had op een of andere manier geluk. De twee stoelen in het vliegtuig langs mij die bleven gewoon vrij, terwijl de rest van het vliegtuig vol zat. Geen idee waar die twee bejaarden die langs mij moesten zitten waren gebleven. Misschien waren ze onderweg gestruikeld of zo. I don't fucking know. In ieder geval, ik had ruimte genoeg. Ik kon mijn benen in alle kanten plaatsen. Want beenruimte en vliegtuigen. What the fuck? Maar nu dat die twee bejaarden langs mij onderweg waren gesneuveld, had ik meer beenruimte. Nu alright, de mensen die langer naar mijn video's kijken, weten dat ik eigenlijk altijd ongeluk heb. En dat was deze keer ook zo. Ik mocht dus voor 3 dagen naar Tenerife gaan en ik moest helemaal alleen gaan. En eens ik was aangekomen in Tenerife, wist ik niet wat de fuck ik moest doen. Normaal zou iemand mij er moeten ophalen, maar deze keer gebeurde dat niet. Iedereen was mij vergeten ofzo. Ik heb er 2 uur moeten wachten op dat fucking vliegveld. In een vreemd land! Maar no worries, het was 23 graden, dus eigenlijk viel het best wel mee. Oké, uiteindelijk ben ik toch in het hotel geraakt en watch this. Ik heb hier gewoon serieus geen woorden voor. Heb je ooit zo'n fucking mooie hotelkamer gezien? Ik niet. Maar ja, ik ben een skere Pool, dus misschien zijn mijn standards iets lower dan de anderen. Maar check dit, man. Nice badkamer. Nice wc. Vliegende spiegels. En een geweldig uitzicht. Daar is het andere deel van het hotel. Daar is een zwembad. Daar is een zwembad. Maar het beste van al vind ik. Een fucking naam staat op de tv. Waarom? Geen idee, maar dat is fucking cool. Ik mocht dus in het Hard Rock Hotel verblijven. En dat was godnoemdertje een luxueus hotel. Ik heb er het beste, maar volgens mij ook het duurste eten gegeven. Ik bedoel, ik leefde daar als een koning. Er was zo allemaal fucking prachtig, ja. Zelfs toen ik zat te scheiden op de wc op mijn kamer, voelde ik mij als een koning. Maar zoals ik al eerder zei, you guys know me, ik heb altijd ongeluk. Aan het einde van de trip kwam ik te weten dat mijn SD-kaart het begaf, waardoor ik dus bijna alle beelden van mijn trip kwijt was. Mijn vlog was dus naar de tering. Uiteindelijk heb ik wel een paar beelden kunnen recupereren en ik vond het zonde om dat zomaar weg te laten, dus vandaar dat ik het nog wil online zetten. En daarom heb ik dus iets met de actiebeelden gedaan. Dus bij deze, enjoy! Looking for a freak, someone who likes tasting me. No. Raad eens wie een kapotte jetski kreeg? Mijn jetski ging 3 keer zo traag als de andere. En zeg nu niet dat ik zo dik ben. Bij het snorkelen waren mijn vinnen, dus het ding dat je op je voeten hangt, zelfs kapot gegaan voordat we in het water sprongen. Die shit scheurde gewoon. Like, what the fuck? Dat moet mij weer overkomen. En dan last but not least, bij dat parachuting achter de boot, zat mijn gordel niet goed vast. Ik pleurde er dus echt bijna uit. Ik moest me dus constant zo vasthouden, als ik zo loslaat, had ik 2 opties. Ofwel flikkerde ik helemaal naar beneden tegen het water, ofwel zouden mijn ballen gespies
verliest worden. Nu, jullie vragen jullie waarschijnlijk af hoe deze skere Pool een korte luxe vakantie heeft kunnen betalen. En dat is heel simpel. Een paar YouTubers uit Europa, waaronder ik, waren namelijk uitgenodigd door Sony om dus naar Tenerife te gaan. En de bedoeling was om een nieuwe actioncamera van Sony te testen. Dit ding dus. Dit is geen gesponsorde video of whatever. Ik bedoel, ik was gewoon uitgenodigd op vakantie naar Sony, tuurlijk zei ik ja. En ik moet zeggen, dit ding is fucking bezig. Het kan zelfs 4K filmen. En het gaat echt handig zijn voor mijn volgende video's. Ik bedoel, ik zou legit slechte commentaar geven moest ik deze camera slecht vinden, maar dat is gewoon niet zo. Het komt dus zeker van pas in mijn volgende video's, want zo'n week geleden vroeg ik aan jullie om ons dingen te zeggen wat we moesten doen. Qua roadtrips bijvoorbeeld. Dus wie weet, je mijn huisgenoten en ik, of bedoel ik alleen nog meer roadtrips doen, en dan zullen jullie dat wel zien zeker. In ieder geval, dikke shout-out naar Sony voor mij uit te nodigen op deze fantastische trip. Het was waarschijnlijk de meest luxueuze en beste trip van mijn leven. Ik heb me geamuseerd, maar ja, zoals ik altijd ongeluk heb, ben ik de fucking beelden kwijt en anders zou het zo'n mooie video zijn geweest. Maar ja, life sucks. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat dan zeker een vaste like achter hier beneden. En stay tuned, want morgen komt de Q&A online met mijn vriendin. Maandag komt er zelfs een soort van special old school video. En dan ga ik kijken hoe ik de rest van de week nog kan opvullen met video's. Dus nogmaals, stay tuned, laat een like achter, show your support en peace! Nada. Say nada. I'm just looking for a free